Vandaag een antwoord op de vraag van Pamela. Pamela heeft begrepen dat je gedrag voor een deel bepaald kan worden door omgevingsfactoren, maar ook door je genen, door je natuur, de genetische informatie die in de vorm van DNA opgeslagen ligt in de celkern van je cellen. Pamela heeft echter ook begrepen dat het tot uiting komen van je genetische informatie, dat wordt ook wel genexpressie genoemd, niet vanzelfsprekend is. Dat dus niet altijd je genetische informatie, je natuur, de genetische informatie die in de vorm van DNA opgeslagen ligt in de celkern van je cellen, tot uiting zou komen ook gewoon in je dagelijkse handelingen, je gedrag. Pamela wil graag weten of ze ook met hetgeen ze eet, met haar voeding, van invloed is op dit tot uiting komen van haar genetisch materiaal. Dus van de informatie die in de vorm van DNA ligt opgeslagen in haar cellen. De expressie ervan, het tot uiting komen daarvan in haar handelingen, gedrag, behalve omgevingsfactoren die daar dus ook op van invloed zijn en je gedrag, handelingen beïnvloeden, bepalen. Dat is de vraag van Pamela. Nou, Pamela, om je genetische informatie, dus de informatie die in de vorm van DNA ligt opgeslagen in de celkern, dat is een apart compartiment organel binnenin je cellen, om dat tot uiting te laten komen, tot expressie te laten komen in, ja, bijvoorbeeld alles wat jij doet, hoe jij handelt, wie jij bent, hoe jij bent, moet dat DNA, wat ligt opgeslagen in dus een apart compartiment organel binnenin je cellen, een membraan omhuld compartiment, moet wel eerst omgezet worden, vertaald worden in RNA. En vervolgens moet uit dat RNA de vorming, synthese van biomoleculen genaamd eiwitten, nieuwe eiwitten, aminozuurverbindingen in je cellen voortkomen. Want enkel wanneer je genetische informatie, dus de informatie die in de vorm van DNA ligt opgeslagen in de celkern van je cellen, wanneer dat eerst vertaald omgezet is in RNA en vervolgens daar ook de vorming, synthese van nieuwe aminozuurverbindingen, eiwitten, biomoleculen uit voortkomt, dan kan het die informatie tot uiting komen, expressie komen in je gedrag, je handelingen. Maar niet wanneer dat DNA, dus die genetische informatie die opgeslagen ligt in zo'n apart compartiment van je cellen, wanneer dat niet omgezet kan worden, vertaald kan worden naar RNA, en of wanneer daar niet de vorming van nieuwe eiwitten, de synthese van nieuwe eiwitten, nieuwe aminozuurverbindingen uit voortkomt. Nee, dan gaat die genetische informatie die daar echt wel opgeslagen ligt in de celkern van je cellen niet tot expressie komen, niet tot uiting komen, dan ligt dat daar gewoon opgeslagen. Dan komt dat niet tot uiting in je gedrag, je handelingen. Daar moet dus eerst een vertaalslag van DNA naar RNA voor plaatsvinden en vervolgens ook de vorming, synthese van nieuwe eiwitten. Gebeurt dat niet, vindt dat niet plaats, gaat die genetische informatie van jou, die heb je wel, maar die gaat niet tot uiting komen, niet in je dagelijkse handelingen, gedrag. Dus moet het gaan hebben over
Wat is nodig om je cellen? En je hebt heel veel cellen. En in die cellen ligt dus dat DNA in die celkern. Wat is nodig om je cellen in staat te stellen om eerst vanuit dat DNA RNA een vertaalslag naar RNA te kunnen maken? Ribonucleïnezuren zijn dat. Dat zijn verbindingen, organische verbindingen. En vervolgens ook nieuwe eiwitten, de synthese van nieuwe eiwitten, biomoleculen, aminozuurverbindingen. Om dat te laten plaatsvinden. Want enkel wanneer dat allemaal heeft plaatsgevonden in je cellen, door je cellen, dan pas kan dat DNA, dus die genetische informatie, een vertaalslag plaatsvinden naar handelingen, gedrag, het hier en nu, zeg maar, hè. Je cellen, en je hebt echt heel veel cellen, hè, met allemaal die DNA in die celkern. Je cellen kunnen twee soorten stofwisselingsprocessen uitvoeren. Katabolen. Afbrekende processen. Gedurende dit type proces worden uit molecuulverbindingen kleinere delen gevormd. Die molecuulverbindingen worden namelijk afgebroken tot kleinere delen. Dat is net zoiets als wanneer jij voeding, molecuulverbindingen, eiwitten, koolhydraten, vetten, molecuulverbindingen in jouw spijsvertering kanaal laat belanden. Ook die moeten eerst afgebroken worden tot kleinere delen. Dat is een katabool afbrekend stofwisselingsproces. Dat soort processen vinden ook steeds plaats in je cellen. Dat vindt dan niet in het spijsverteringskanaal plaats, maar in de lysosomen. Dat is wel een soort van spijsverteringskanaal binnenin je cellen. Dat is een apart organel, net zoals die celkern die ook binnenin je cellen aanwezig is, waar dus dat DNA ligt opgeslagen. Zo is er ook een compartiment, een organel, de lysosomen heten die, plaatjes waarbinnen die afbraakprocessen, molecuulverbindingen afbreken tot kleinere delen plaatsvinden. Dat is de kat. Stofwisselingsproces. En dan heb je anabole stofwisselingsprocessen. Opbouwende en herstellende stofwisselingsprocessen. Die kunnen na uitvoering van katabolen plaatsvinden. Want gedurende katabole processen worden molecuulverbindingen afgebroken tot kleinere delen. Gedurende anabole processen worden uit kleinere delen nieuwe molecuulverbindingen gevormd. Daar valt ook de vorming van RNA, ribonucleïnezuren. Dat zijn verbindingen onder. Daar valt ook de vorming van eiwitten, aminozuurverbindingen, valt daar onder. Dus de vertaalslag van je genetische informatie, dus het DNA wat ligt opgeslagen in de celkern van je cellen, naar RNA en vervolgens de vorming van eiwitten, is een goede uitvoering van anabole opbouwende herstellende processen voor nodig, want ribonucleïnezuren, RNA en eiwitten, dat zijn verbindingen, en de vorming van nieuwe molecuulverbindingen uit kleinere delen is een anabool stofwisselingsproces. Dus je genetische informatie zal enkel tot expressie, tot uiting komen wanneer je cellen in staat zijn om na uitvoering van katabole processen en de afbraak van molecuulverbindingen tot kleinere delen in die lysosomen ook wel de vorming van nieuwe molecuulverbindingen, waaronder RNA, waaronder eiwitten, uit kleinere delen plaats kan vinden. Alleen, anabole opbouwende en herstellende processen kunnen niet altijd overal in alle cellen van je lijf na uitvoering van katabole plaatsvinden, want om anabole opbouwende en herstellende processen uit kunnen voeren, processen waarbij uit kleinere delen nieuwe molecuulverbindingen, waaronder RNA, waaronder nieuwe eiwitten gevormd worden, kunnen enkel uitgevoerd worden wanneer je cellen, alle cellen in je lijf, in het bezit zijn van voldoende vocht en bouwstoffen. Alleen, een heel aantal bouwstoffen is essentieel. Dat wil zeggen, kan je lichaam, kan geen enkele cel in je lichaam zelf vormen. Dus, wanneer je cellen katabole processen, afbrekende processen,
processen hebben uitgevoerd. De afbraak van molecuulverbindingen tot kleinere delen. Maar jij hebt onvoldoende vocht, onvoldoende essentiële varianten van bouwstoffen aangeleverd, aangevuld aan je lijf, in je lijf. Dan zijn na uitvoering van die katabole processen je cellen niet in bezit van voldoende vocht en bouwstoffen om alle verschillende anabole opbouwende en herstellende processen uit te kunnen voeren, zoals de vorming van RNA, ribonucleïnezuurmolecuulverbindingen, de vorming van nieuwe eiwitten, aminozuurverbindingen. Ja, je cellen zullen dan te weinig bouwstoffen bezitten om dat te kunnen vormen en dan zal het DNA je genen uit genetische informatie wat rustig ligt opgeslagen in de celkern van je cellen, niet vertaald worden in je gedrag, je handelingen, niet tot expressie, niet tot uiting komen. Dat is dus allemaal afhankelijk van jou en of jouw voeding wel voldoende de essentiële varianten van bouwstoffen samen met vocht levert om je cellen in staat te stellen om anabole opbouwende en herstellende processen uit te voeren, om je cellen in staat te stellen om de vertaalslag van DNA naar RNA en vervolgens de vorming van nieuwe eiwitten uit te kunnen laten voeren en dan pas zal je genetische informatie tot uiting komen, tot expressie komen. Dat als antwoord op je vraag.